Valerie, we kennen jou van het weerpraatje bij Nostalgie een tijdje geleden, ook van de Lotto. Maar wat doe jij nu eigenlijk vandaag de dag? Ik ben eigenlijk begonnen in de audiovisuele sector. Hè. De Lotto was een van de eerste opdrachtgevers. En daar doe ik nog altijd de voice-overs voor de Euromillions. Dus ik ben nog altijd wekelijks wel te horen op het scherm. Dus dat is altijd mijn eerste grote werkgever geweest. En dat ben ik eigenlijk doorheen de tijd blijven doen. Dus ik werk ondertussen sinds 2005 in de audiovisuele sector voor het scherm. Daarvoor werkte ik eigenlijk heel lang achter het scherm, onder andere voor Goedele Liekes, voor haar productiehuis. Dus ik heb ook wel productioneel heel veel dingen gedaan. Maar daar zijn dan stelselmatig events bijgekomen. En doordat die events nu weggevallen zijn, heb ik eigenlijk een voordeel op de rest is, ik weet heel goed hoe camera werkt. En dus ik word nu ongelooflijk veel geboekt voor eigenlijk mini-televisieprogramma's te maken. En dus elk zichzelf respecterend bedrijf dat toch nog in contact wil blijven, zowel met werknemers als met klanten, die doen nu iets in een studio met de social distancing in acht genomen. En dus die programma's die doe ik nu allemaal. Dus ik kan eigenlijk niet zeggen dat ik andere dingen doe. Ik doe het nu gewoon terug eigenlijk waar dat mijn eerste liefde was, televisie maken en voor het scherm en in de camera praten en met weinig of geen volk, daar waar dat events altijd bij heel veel volk is, kijk ik nu gewoon terug in het zwarte schermpje. Ja, ik denk dat jouw voorkeur gaat naar evenementen met publiek. Ja, ik denk dat ook. De voeling met het publiek, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. En dat is ook heel... je krijgt daar voldoening van. Hè? Want mensen komen achteraf dan met je een praatje slaan. Je leert nieuwe mensen kennen. Je bent je ook niet echt altijd bewust van de impact die je hebt op mensen. Dus je bent inderdaad al Lotto en Euromillions en het weerpraatje. En er komen nog altijd wel mensen naar mij van... Ja, maar ja, wij kennen u nog van toen. En dus dan denk ik van... Oké, dat is wel fijn om te horen. Dat heb je nu niet op dit moment. Maar gelukkig is er social media waar je ook heel veel contact met mensen die je volgen en blijven volgen kan onderhouden. Hè? Ja. Maar denk je niet dat deze twee lockdowns toch wel een impact hebben op jouw toekomstig werk? Want ik zeg maar iets, bedrijven ontdekken nieuwe manieren van communiceren met hun eigen personeel. Dus ja, waarom zouden ze bijvoorbeeld nog een groot personeelsfeest doen dat enorm veel geld kost? Ja, ik kan me voorstellen dat meer bedrijven in de toekomst bijvoorbeeld gewoon hun personeel van thuis uit gaan laten werken. En dat zo'n grote evenementen misschien wegvallen of misschien net niet. Misschien net belangrijker worden, omdat het personeel elkaar toch nog eens een keer zou zien. Het heeft de keerzijde van de medaille misschien. Ik ben het eerst met het tweede wat je zegt. Ik geloof heel sterk dat bedrijven nu gemerkt hebben hoe waardevol het human capital is, hun werknemers. En dat ze die niet ook gewoon maar thuis kunnen laten zitten. Je ziet dat ook. We hebben bijvoorbeeld hybride events waar ik nu ook dingen voor presenteer. Waarin dat de mensen bijvoorbeeld een aperobox krijgen. Waar mensen een virtuele happy hour met hun collega's houden. Mm-hmm. En je voelt nog altijd die... Doordat we dat nu niet meer mogen doen, dat mensen daar heel hard naar hunkeren om dat terug te kunnen doen. Mm-hmm. Dus ik denk zeker dat bedrijven nu beseffen dat ze zich moeten aanpassen aan de sanitaire reglementen en regelgevingen en social distancing in acht moeten houden. En dus inderdaad ook moeten inzetten op mensen die thuis werken. En ik denk dat we daarna, als dit allemaal voorbij is, en ik hoop dat dat zo snel mogelijk gebeurt, dat we een combinatie gaan krijgen. Dat er nog altijd jaarlijks grote events zullen zijn waar mensen gaan samenkomen, maar dat er ook wel meer oog zal zijn voor het individuele en dat mensen de vrijheid gaan krijgen ook om thuis te kunnen werken, want vroeger was het altijd zo, heel vaak hoorde ik van ondernemers, wij laten onze werknemers niet thuiswerken, want we kunnen ze niet controleren. En ik denk dat dat ook een groeiproces is geweest voor ondernemingen, van nu de mensen wat vrijer te laten en te zien dat ze nog altijd presteren en nog altijd werken. Maar ik denk dat het feit dat we samen kunnen komen voor de events, dat zeker absoluut in 2021, hopelijk al 2022 en de jaren die daarop volgen, een beetje de roaring twenties gaat zijn van deze eeuw. En dat we gaan zien dat mensen daar absoluut nood aan hebben en dat dat ook zeer veel georganiseerd wordt. Dus ik geloof heel sterk in de dualiteit, dus enerzijds de digitale poot, waar we meer en vertrouwder mee gaan geraken, maar ook nog altijd
de absolute offline events waar mensen samen gaan komen en waar ze elkaar gaan, met elkaar een glas gaan kunnen delen en et cetera. Dus het gaat het twee zijn. Dus ik heb niet zozeer angst voor wat dat er gaat komen. Ja, hoe zie jij jouw toekomst op werkvlak? Gaat het een druk 2021 worden of is dat nog te vroeg om te zeggen? Ik vermoed dat het een druk 2021 zal worden, ja. Want mensen hebben begrepen dat ze dingen moeten doen. Bedrijven hebben begrepen dat ze in contact moeten blijven met hun werknemers. Ik weet wel dat er een vaccin zit aan te komen in de lente van 2021. Mm-hmm. Maar wie gaat dat eerst krijgen? Hè? Hoe lang gaat het duren voor 80% van de bevolking gevaccineerd gaat zijn? Dus voor mij, ik weet nu al, mijn agenda heeft al heel wat opties staan voor het eerste kwartaal van 2021. En zelfs ook al een paar events in het najaar. Dus ik denk absoluut dat het voor mij een druk jaar gaat worden. Het gaat een combinatie zijn van verschillende dingen. En ik ben ook blij dat ik wat kan afwisselen. Het gaan grotere events zijn, kleinere events zijn. Van het moment dat we terug kunnen, want ik heb ook al wel terug onder de gegeven omstandigheden in september events mogen presenteren waar het publiek aanwezig was. Maar dan bijvoorbeeld in een zaal van 600 man, waar dan 70 mensen zitten, heel erg verspreid. Dat is heel raar om dat te doen en dat dan live gestreamd wordt naar 3000 mensen die dan thuis zitten. Dus ik denk dat het een combinatie zal zijn van zodra het terug mag, denk ik dat er kleinschalig wel dingen terug gaan gebeuren. Maar ik denk vooral aan mijn collega's van de evenementensector en de culturele sector, waar ja, we absoluut die deur terug moeten openzetten om voor hen ook een inkomen te genereren en terug aan het werk te kunnen. Want ik denk dat het vooral heel frustrerend is als je ziet dat heel veel dingen wel kunnen doorgaan en bepaalde dingen nog altijd gebeuren, maar dat je zelf niks mag doen. En ik wil vooral die collega's een hart onder de riem steken. Ik ben er zeker van dat in de tweede helft van 2021 we terug samen kunnen komen. Ja.